Ja, jij bent hier vanochtend aangekomen. De mannen van jouw Dakar-team waren er al natuurlijk. De auto Dakar die inmiddels weer op de tribune staat, maar Dakar is Dakar. Met Dakar gebeuren natuurlijk altijd aparte dingen. We hebben een paar koprolletjes met ons GT3 RS. Bij een hele harde landing. Geen goed idee niet meer, maar ik wil heel graag naar de finish. We hebben al 11 kilometer gegaan. Dus ik heb gewoon links heel de nodige afgehaald. En dan ook weer naar de finish gereden. Ja, we hadden het goed gemaakt. Daarna hebben we de auto weer gemaakt en we konden weer door. Ja, Dakar is Dakar. Je weet nooit wat er gebeurt als je maar zorgt dat je bij de finish moet. Ik denk dat dat ook wel een deel is van het avontuur wat jullie ook op je aangaan. Juist dan improviseren. Ja, je moet je voorstellen, je hebt zo'n 40, 45 publieksauto's. Bijna eigenlijk 50 slecht. Hij heeft het volle handen. We waren eigenlijk niet echt kans op gegeven. We waren gewoon lekker op die dingetjes doen en kijken. Ja, dank je. Acht keer over de kop of zo. Nou, verder altijd in de kop van de lampje door. Mooi avontuur nog wat te maken. Zo, ik kijk al laag, ja. Precies, vandaag hier ook nog een feestje met auto's. Heel veel succes en we zien je natuurlijk later op de dag ook wat dankjewel, veel plezier allemaal. Dankjewel, Tim Coronel. Ja, we hadden vandaag natuurlijk ook vanaf de Hartford auto's WKZ-pedal. Veel auto's die de baan op staan, of de baan op gaan moet ik zeggen, staan op onze startpas. Kijk even snel in een overzicht. We hebben om 13:20 de Drive of Fame natuurlijk met heel veel WK6 auto's. De auto's van Street Gasm daar natuurlijk bij. Dat is om 13:30 tot 13:50. Van het rechte stuk, als je dat wil volgen, dan kun je op het dak van het pitcomplex gaan staan of een plekje zoeken op de tribunes aan de overkant van het pitcomplex. Dan moet je natuurlijk eventjes onder de tunnel door en dat kan bij het voetpoort. Ter hoogte van het Total Energies benzinestation. Als je daar naar rechts gaat of links, als je vanuit de Burnout Madness komt, dan kun je onder de baan door en dan kom je vanzelf bij de hoofdtribune. Ja, daar staan de dames van Street Gasm en de Street Gasm Girls hier natuurlijk ook. Ze zijn goed herkenbaar. Je kunt met ze op de foto. Dan kun je de QR-code inscannen. Ik was even aan het zoeken inderdaad. En dan krijg je een e-mail toegestuurd met de foto. En je maakt nog eens kans op een leuke prijs die beschikbaar wordt gesteld door Street Gasm. Dus ga zeker op de foto met de Street Gasm Girls. En zorg dat je een mooie foto thuis hebt. En misschien ook nog wel een hele mooie prijs van Street Gasm wint. Dan om 2:15 de DJ set van Lajoon. Dan Time Attack demo om 2:15. En als je ooit met een raceauto de baan op wil, laten zien hoe snel je bent.